Het Centraal Museum krijgt er vandaag een juweeltje bij. Een drieluik uit de kunstcollectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het schilderij dat het laatste avondmaal uitbeeldt, hing al eerder in het museum. Het Centraal Museum heeft dat schilderij 60 jaar geleden in bruikleen gekregen van de Nederlandse staat. En toen kwam de claim van de kleindochter van Jacques Goudsticker. En die is uiteindelijk toegewezen en toen is het stukje weer weggegaan. Het schilderij is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gestolen van de Joodse familie Goudsticker. Na de oorlog kwam het in bezit van de staat. De kleindochter van Jacques Goudsticker kreeg het 4 jaar geleden weer in eigen handen. Maar verkocht het dit jaar op haar beurt weer terug. Wat we ervoor betaald hebben, zeggen we niet. Het was heel veel, maar het was het meer dan waard. Want volgens Lisbeth heeft het schilderij een grote historische waarde voor Utrecht. Omdat dit schilderij absoluut in Utrecht thuis hoort. Het is geschilderd voor een Utrechtse familie. En dat weten we vanwege de wapens die hier boven te zien zijn voor de families Pauw en Zas. Het is een heel zeldzaam stuk. Er zijn weinig altaarstukken bewaard gebleven uit Utrecht. Dus ja, wij zijn gewoon heel blij dat het naar het Centraal Museum is teruggekomen. Het schilderij is de komende maanden te zien in een expositie. Als die in oktober is afgelopen, wordt het gerestaureerd. En volgens Lisbeth belandt het daarna niet in de opslag. Nee, na de restauratie komt het weer terug naar het Centraal Museum. Want het blijft nu permanent in Utrecht. Dus we gaan het opnemen in de vaste collectie.